Ja, je hebt het me in de les waarschijnlijk al een paar keer horen zeggen, maar het koor bestaat hier uit Argolische vrouwen. Nou, dan moet je dus even weten waar Argolis ligt. Dit is de Peloponnesos die je hier ziet, een deel ervan. Hier ligt Argos en daar ligt Mycene. Dus hier in Mycene is het paleis van Agamemnon. En het platteland eromheen, dat ligt natuurlijk ook wel wat steden, maar het platteland eromheen, dat heet Argolis. Dus vandaar dat dit stuk met name van belang is voor de eenheid van plaats. Je kent die drie eenheden uit Aristoteles nog wel, en zo niet, dan noem ik ze nog een keer eenheid van tijd. Een hele tragedie moet zich afspelen binnen 24 uur. Plaats, dus er zijn geen changementen van decor dat er een andere plek wordt gedaan. En handeling, dus het focust zich op één bepaalde handeling. En alles staat in dienst, alle scènes staan in dienst van die ene handeling. Nou, hier Argolische vrouwen, die komen dus hier vandaan. Die komen ook zo aan het woord, hier bij dat laatste stukje, die koorpassage. Maar eerst is Orestes nog even aan het woord. En dan spreekt hij weer een aantal gnomai uit, dus een aantal spreekwoorden achter. Maar hij begint met oi moi, wee mij, ach arme ik, ach en wee. Tot Orion Eipaas. Eipaas van Eipon. De tweede persoon heeft een alfa en geen epsilon. Hoedanig sprak jij dit? Nou, dan legt hij dan nog een keertje uit, want de aesthesis, het bemerken dus. Het bemerken dus van ekton, thuraion, pematon. Het bemerken dus ook uit deze dingen dat bijt. Het dakno is eigenlijk is gewoon bijten, brothoes, stervelingen. Dit is de accusativus die hoort bij als leidend voorwerp bij daknei. Nou, welke dingen dan? Hier heb je dus wederom een typisch gevalletje. Krasis, kai, ek. Komt zo meteen ook nog een paar keer terug bij Kai Ego, Kago. We hebben weer te herkennen aan die spiritus die er staat. Ook uit vreemde ellendes bijt stervelingen. Dus het merken van ellende, ook als die van een ander komt. En niet dat die vreemd is, maar die van een ander komt. Dat raakt mensen. Lexon is een imperativus van de aorist. Dus xon, son is de uitgang. Spreek. En dat hina hier, dat geeft bij mijn vero hier al aan dat het een conjunctivus is. Spreek opdat ik het breng. Breng naar wie? Soi kasiknetoi, naar deze dativus, naar jouw broer, opdat ik aan jouw broer breng. En dan pak ik dat eidoos erbij. Eidoos komt van oida, wetend, omdat ik het in de wetenschap, hè, omdat ik het zelf weet nu, hè, omdat jij het me gaat vertellen, aan jouw broer, Orestes dus, breng. Nou, wat moet ik dan brengen? Locus aterpeis, onaangename woorden, maar tegelijkertijd anankaius, maar noodzakelijk om te kluwijn, om te horen. Dat ik onaangename, maar noodzakelijk om te horen woorden breng. En dan komt nog een hele beschouwing, ook in de vorm van een gnome, en dat komt bij Euripides nogal eens voor dat hij filosofisch gaat worden, zoals ook hier. Nou, even kijken wat hier tegenover staat. Men tegenover de, dus een men tegenover de is vaak een weliswaar tegenover een maar. Je ziet me niet altijd de vertalen, maar als je een combinatie hebt men, de, dan vaak wel, want er staan er twee dingen uit elkaar, tegenover elkaar. En dan hier is dat dan die amatia, en hier is het die sophoisin, wat tegenover elkaar staat. Nou, oiktos is medelijden. Weliswaar is medelijden oedamu geenszins mogelijk bij domheid, maar wel bij de wijzen van de mannen. Dus domme mensen
kunnen niet echt medelijden hebben. Wijze mensen wel. Wijze mensen kunnen medelijden hebben. Die hebben daar namelijk de geestelijke vermogens voor. Dat is nogal wat, hè, wat hier zegt. Maar daar zit natuurlijk ook een keerzijde aan dat medelijden. Hè, wijze mannen die hebben wel de geestelijke vermogens om medelijden te hebben. Het is immers ook niet adzemion, niet ongestraft. En daar komt het risico naar voren. Dit is de keerzijde van dat lijden. Dat namelijk, en nu zie je gnomen staan en sofen, en dat conclueert met elkaar. Dat is dus een hyperbaton, en ook nog eens een keertje in de ACI. Dat lian sofen, dat al te wijs inzicht aanwezig is voor de wijze. Dus er kan ook te veel inzicht zijn bij wijze mensen. He, dus je hebt wel inzicht nodig om medelijden te hebben, maar te groot inzicht, dat is de keerzijde. Dus deze gnomen, helemaal in het begin van het vers, daardoor krijgt die spanning hier in Sofijn een wat grotere betekenis. Het wordt namelijk helemaal uit elkaar getrokken. Hè? Want je staat eigenlijk, hè, inzicht is aanwezig voor de wijze. Lian Sofijn, al te wijs inzicht. Dus dat komt dan hier dan bij te staan. Dan komt het koor, nou, en hier iets uit de vorige screencast, het lidwoord met autos, en hier nog eens een keer een gevalletje krasis, kai ego, ook ik heb, nou ton auton, hetzelfde eron verlangen als hij. Nou, welk hetzelfde verlangen? Psyche's van de geest. Het psyche betekent eigenlijk adem, en daarna gaat het gaat het geest en ziel betekenen. Nu even naar boven doorschuiven. Prosogar astios usa. Nou, dit usa is vrouwelijk, omdat dit is waarschijnlijk uitgesproken door de koorleidster. Dat is één vrouw. Ja, één man. Één vrouw die gespeeld wordt door een man. Want ver van de stad zijnde, ook oida ken ik niet of weet ik niet, dus oida is hier het werkwoord, ta kaka, de rampen, weer een gevalletje krasis, ta en polei, de rampen in de stad. Omdat ik ver van de stad af ben, ken ik de rampen in de stad niet. Dus dit is op het platteland, buiten Mycene. Nu de boulomai kago matai, maar nu boulomai wil kai ego, dus dat ik extra nadruk op ego, maar nu wil ook ik het matijn van Mantano vernemen. Bij het einde van deze passage gaat zometeen Elektra uitleggen wat er zoal aan de hand is.